ben binnenkort 50 jaar priester. Ik ben 25 jaar in de parochies geweest. Als kaplaan en pastoor. En 25 jaar, ook ongeveer 25 jaar bisschop. Hoe was het toen u begon? Wij leefden tot de 60er jaren. In zekere zin in de katholieke kerk onder een koepel. Iedereen was katholiek gewoon. En daar hoef je ook niet lang over na te denken. Dat iedereen dacht en had zo dezelfde manier van leven. En door natuurlijk onder andere de media, dus mensen zagen opeens televisie en konden dus opeens buiten die koepel kijken. Ja. Ik kan me dat zelf heel goed herinneren, dat ik in het begin van de 50er jaren op een televisieschermpje, dat was heel klein eigenlijk, in grijs allemaal, een protestantse dienst zag. Had ik natuurlijk nooit gezien. Protestanten waren voor ons in die tijd aliens, vreemdelingen. Maar als je dan op zo'n schermpje een protestantse dienst zag, dan zag je dat die mensen ook het evangelie lazen, een beetje archaïsch geformuleerd soms wel voor ons gevoel. En baden en de preekten. Je ziet plotseling concrete mensen die, ja, die veel overeenkomsten hebben met jezelf en met hoe jij je geloof beleeft en zo. Kunt u ook een hoogtepunt noemen? Nou, er zijn oneindig veel hoogtepunten. En dat zijn vooral die ontmoetingen met mensen waar die hun verhaal vertellen, hun levensverhaal vaak. En wat ook dan nog, niet altijd, maar heel vaak, in liturgie gestalte krijgt. Dat je het viert samen. Voor God brengt en dat viert. Ik kan me nog herinneren, een half jaar geleden, dat een jongetje aan het vormen was en een kruisje op zijn hoofd gemaakt. Ja, ik voel het tot in mijn tenen. En dat was niet als grapje bedoeld. De moeder probeerde hem meteen koest te houden. Nee, ik zei, laat hem toch. Dus dat was natuurlijk een beetje felle reactie op die emotie die iemand dan heeft. Dat mag je meemaken, ja. En heeft u dan ook een dieptepunt? Nou, dieptepunten, ja. Het geldt weer meer in dat individuele vlak. Dat is diep in mijn staat gegrift dat ik eens een keer een begrafenis heb meegemaakt van een mevrouw. Waar niemand naartoe kwam naar de begrafenis. Alleen de begrafenisondernemer. En waar je dan als priester de hele wereld vertegenwoordigt. Het zijn natuurlijk maar mensen die in een of ander isolement geraakt zijn. Het zijn ook soms niet de makkelijkste mensen natuurlijk geweest. Maar die hebben met iedereen gekapt en met ruzie gekregen. Of zijn op afstand genomen van iedereen. Dat vind ik het meest verschrikkelijk wat je kunt bedenken. Dat zijn dieptepunten, vind ik. Ik ben twee keer eigenlijk benaderd de laatste tijd door iemand die zei, ja, uw visie op die toekomst van de kerk, moet dat niet eens een keer op papier gezet worden in een boekje? Ik zeg, oh, zo belangrijk is dat ook niet. Nou, is dat in de vorm van een gespreksboek gericht op die missionaire visie eigenlijk. Dat ik ervan overtuigd ben dat de kerk van de toekomst een missionaire kerk zal zijn, per definitie, in onze streken dan. En het is een mooi boekje geworden, heel bijzonder. Dat is in Cameroen een keer met een hele grote dienst, waar de 150 mensen gevormd, volwassenen allemaal, buiten. Het is de langste dienst die ik ooit heb meegemaakt. Die begon 's middags om 2 uur en die duurde tot 1 uur of 6 geloof ik. En dan, dit is een conferentie, een hele conferentie. In Rome voor het Vaticaan zijn we daar allemaal op bezoek geweest samen. De hele bisschoppenconferentie. Ja. En dat is verder terug. Ik denk dat een jaar of 18, 19 was misschien. U ziet de hele kop staat nog vol met haren. Wat gaat u nu doen? Nou, afscheid nemen. Dat ben ik aan het doen dus nu. Nou, maar daarna ga ik naar de zusters onder de bogen in Maastricht, daar ga ik wonen. Die zijn zo goed om me daarmee in huis te nemen. Ik vind, je moet je opvolging niet voor de voeten lopen, dus je moet de zaken overdragen. Ik ga echt terug in de coulissen. Maar ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik kijk iemand rond in de kamer, dat geldt ook nog voor andere kamers. Ik heb altijd na 10 uur iedere dag 40 jaar lang gelezen. En dat heeft me grote voldoening gegeven. Dat zijn werelden. Die openstaan voor je via lezen, via de literatuur. Nou, dat kun je oneindig doen, zolang dat je niet moeder van wordt. Ik kan natuurlijk niet meer zien. Dat is heel lastig. Ik dacht ook, nou is dat afgelopen, dan gaat dat niet meer. Dus er was een raam wat langzamerhand op de wereld dicht was gegaan.
Maar daar heb ik een maand geleden een apparaat verworven. Dan kun je een boek inschuiven, in het Engels, Frans, Duits. En dan, dan leest dat apparaat zelf. Dat betekent dat ik nu weer, weer in ieder geval die wereld, dat raam wat dicht gegaan is, dat is weer open gegaan. C.G. Jung und Erwin Planck, der Sohn von Max Planck und Chef der Reichskanzlei unter Brüning. Ik weet niet of daar die zusters misschien op de deur komen kloppen dat ik het ding zachter moet zetten, dat kan zijn. Maar hier woont 100 meter om me heen, woont iemand, dus, of althans 50 meter, en dus daar heeft niemand last van.